Als je deze beelden ziet van Candy Dulfer, dan spat het wereldstergehalte eraf. En ik had dan ook niet verwacht dat ze in een boerderij ergens in een plaatsje in Noord-Holland woont. En ik mag vanmiddag bij haar op de koffie. En ik heb genoeg om over te praten, want ze heeft een nieuw album uit. En binnenkort treedt ze op in onze regio in Zoetermeer. Jij hebt gewoon een hele repetitieruimte midden in je woonkamer. Dat had ik niet verwacht. Nee, ik vind het alleen maar handig. Anders moet je in een heel naargeestig hok gaan zitten met z'n allen. En er is nooit wat, nooit wat lekkers. Nou, voor mij wel. En het is eigenlijk heel cool om lekker in je huis muziek te maken. Want hoe vaak repeteer je hier dan? Nou, ik repeteer niet zoveel, want wij doen meestal hele lange tours. Dus even aan het begin moeten we het even goed erin gooien. En nu is het maar 3 dagen bijvoorbeeld, maar we gaan een half jaar op tournee. En je hebt nu een nieuw album uit, Funked Up and Chilled Out. Ja. Met erop 2 verschillende cd's. Wat is het verschil tussen die 2? Nou, precies wat de titel is. Dus de ene is een beetje funky en een beetje feestelijk. En de andere kant is juist heel relaxed. En normaal heb ik die 2 stijlen altijd wel in mijn plaat zitten. Alleen dan loopt het allemaal door elkaar. Er zijn bijvoorbeeld wel dingen die ik wel doe om in de sfeer te raken. Dus als ik vlak voor het optreden, heb ik bijvoorbeeld van vader geleerd, ga ik niet als een muisje in een hoekje zitten, want dan wordt het hele optreden heel sloom. Ja. Dus dan gaan we van tevoren een beetje lol maken en een beetje wild doen. Je jezelf oppeppen, dat je in die stemming komt. Nee, je moet jezelf echt oppeppen. En soms is het ook zo, en dat klinkt heel stom, dat ook al ben ik verdrietig of niet zo lekker of niet zo helemaal in de stemming, dan ga ik toch maar lachen. Ja. En dat is het enige wat ik dan aan nep doe, omdat als je lacht dan krijg je toch een beetje een soort... En je activeert ook echt die in je hersenen volgens mij toch iets in je hoofd. Ja. Ja. En wat is nou je favoriete plek in huis? Mijn favoriete plek in huis? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat... Het grappige is dat... Dit is de woonkamer en er zit echt, behalve nu de band, nooit een hond. Er komt gewoon niemand. Nee. Iedereen zit altijd in de keuken en daarom vind ik het leuk. Nou is hij nu enorme puinhoop. Daar kan ik niks aan doen. Ja, maar dat mag bij een keuken. Er wordt geleefd, toch? Ja, ja. En binnenkort, als ik de kranten moet geloven, komt er misschien wel een babykamer bij. Ja, maar dan moet je de kranten maar niet geloven. Nee, want ik wil het... Ja, is dat waar? Ja. Nee, het is echt verschrikkelijk. Dat is altijd als je interviewt. Ik doe dan heel veel interviews in een korte tijd. En ik lees zelfs mijn interviews nog voordat ze ter print gaan. Maar het vervelende is, je hebt zelfs de journalisten niet, maar ik ook niet, hebben geen invloed op de koppen. Nee. En tegenwoordig, of dat is eigenlijk al jaren zo, nu die redacties, die doen maar gewoon wat. Ik heb zelfs ouders van nu, kreeg ik aan de lijn, of ik een leuke foto gestuurd. Ja, ik bedoel... Ja, zo snel het is al. Normaal. Ja, ja. Het is echt belachelijk. Ik wil even naar de schapen kijken. De landelijke kant van Candy, hè? Ja, even kijken. En wie is nou wie? Nou, op rechts hebben we Beyoncé. Nee, Die aankomt is Natasha. Natasha. En met die 2 dingen in de oor, dat is Rihanna. Oh, je moet echt die modder in. Ja. Zal ik even mee of niet? Of doen ze wat? Nee, jongens. We zijn een beetje bang voor jou. Ik zou wel de hele dag hier lekker zo met die dieren bezig willen zijn. Nou, de combinatie is toch ook leuk met optreden en dan toch de rust en de schaapjes. Ja.